dat of-of denken is waar je juist vanaf moet. Het is en-en. Links is het domein van transformatie, rechts is het domein van verandering. Wij komen uit een tijdperk waar we een overfocus gegeven hebben aan de rechterkant. Die rechterkant is natuurlijk heel waardevol. Als je ziet wat technologie en systemen hebben opgeleverd, het is fantastisch. Maar het houdt een keer op. Het nieuwe komt altijd van de linkerkant, uit de binnenwereld. En de bedrijven die de grootste sprongen maken, zijn de bedrijven die snappen hoe belangrijk cultuur is en wat cultuur echt is. En dan heb je ook weer linker hersenhelft mensen die cultuur willen engineeren. Dat is echt een tegenspraak in de termen, cultuur-engineering. Waar zit cultuur? Waar zit dat? Waar is dat? Het is veel meer een buikgevoel, cultuur, en een hartsverbinding, dan of een hartbreuk. Ja, want je kunt ook in breuk leven met je bedrijf. Er is onderzoek over hoeveel mensen in een emotionele breuk leven met hun werkomgeving. Of in ieder geval niet in verbinding. Of je hebt verbinding, of je hebt onverschilligheid, of je hebt een breuk. Als er verbinding is, dan krijg je dus dat cultuur enorm de dingen kan optillen. Dus cultuur kan zowel een probleem zijn als een deur naar meer. Dus we gaan naar die twee dingen vooral kijken. Naar die linkerkant. Het menselijke potentieel, dat is het hele verhaal van persoonlijke transformatie. En dan cultuur is het verhaal van collectieve transformatie. Nu is het duidelijk dat wanneer leiders en mensen zoals wij die mensen helpen, als je niet je eigen verhaal doormaakt, kun je het ook niet als een gids begeleiden bij andere mensen. Het begint dus altijd met je eigen transformatie, zodanig dat je die taal leert spreken, maar ook dat je meer mededogen krijgt voor het proces in andere mensen. Want het is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Er is geen wegenkaart. Je moet dus echt loslaten, loslaten, loslaten. It's a lie.